Yo, kijk, check snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe NAC Breda Career Mode aflevering. En in deze aflevering gaan we veel wedstrijden spelen. Transperiode gaat ten einde. Een paar keepers op een verlanglijst gezet. Ik zag één keeper genaamd Zwilaar heel vaak in de reacties langskomen. Super tof dat jullie die reacties achter hebben gelaten. Alleen hij is toch wel iets te goed voor NAC, dus ik heb hem er niet bij gezet. Sorry, niet boos zijn, maar hij is gewoon niet goed genoeg voor NAC. Hij is te goed voor NAC, bedoel ik. Veel te goed voor NAC. Dus hij kan nooit naar NAC komen, denk ik. Dus ik ga hem ook niet eens proberen. Op dit moment staan wij vijfde in de ranglijst. Verrassende top 5. Ajax eerste, dat is nog, kan nog wel. Groningen tweede, Vitesse derde, AZ vierde, NAC vijfde, Utrecht zesde. Daarna pas PSV en Feyenoord. Eredivisie is helemaal om de kop gegooid met gekke transfer. Groningen, Vitesse en AZ die ineens helemaal gek presteren. NAC natuurlijk ook wij. Maar ik zie nu dus, wij hebben 31 punten, 19 wedstrijden gespeeld. Derde worden gaat denk ik, nog lastig worden. We hebben nog heel veel wedstrijden, maar gaat er niet worden. Daar gaan we ook niet voor. We kunnen wel proberen gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. Vierde zou prima zijn, vijfde, zesde, zevende. We willen gewoon Europa League halen, dat is de doelstelling van deze dingen. Ik denk dat Ajax al kampioen is, dat kunnen we allemaal zeggen van niet, maar ze hebben 0 tegen en 0 keer verloren bedoel ik, dus ze gaan niet worden. Dit is het verlanglijstje. Ik heb 4 keepers. Ten Hoeven zag ik in de reactie, Teunkens zag ik in de reactie, Van der Sar zag ik in de reactie en Olij zag ik ook in de reacties. Weet niet wat de ratings zijn, ik weet ook niet hoog. Ik denk dat Van der Sar de slechtste is. Denk dat we voor hij is al 22, dus of voor Ten Heuvel. Dan ga ik voor Ten Hoeven denk ik, want we hebben al heel veel Belgische spelers in het team. Dus we gaan voor Ten Hoeven, maar dat kan niet. Onlangs aangetrokken. Teunkens kan wel, dan gaan we voor Teunkens. Ten Hoeven kan niet, dat is jammer. Was een groot Feyenoord keeperstalent. Ik weet niet of hij echt zo goed is. Echt maar. In ieder geval. Spelers proberen te wisselen. Doelmannen. We hebben 3 doelmannen. Dat mag voor mij wel. Een Noppert wordt waarschijnlijk verkocht. Dus dat is een beetje risky. Ja. We gaan Ene Volts proberen in het deal te betrekken. Ene Volts is een hele goede spits. Ik ben daar misschien in het echt. Hij heeft toen tegen Feyenoord gescoord. Maar ze willen hem niet. Oké, wat willen ze dan? Ze willen een andere spits die beter in het team past. Nee, laat dan maar. Dan gaan we met geld bieden. We hebben niet heel veel geld. Ik weet ook niet hoe duur die is. Dus we gaan gewoon al het geld bieden dat we hebben. Of we doen zo. Ik denk dat het veel te weinig is. Ik denk dat ze weglopen. Maar. Oh, een redelijk aanbod. Oké, hij is dus waarschijnlijk niet zo heel hoog. We gaan meteen in onderhandelingen. Waarschijnlijk hebben we onze eerste keeper binnen Teunkens. Misschien kunnen we er achter nog een keeper halen. Dan moet ik nog even kijken of toevallig nog een andere keeper wordt verkocht. We geven hem, ik weet niet hoe hoog die is. Rotatie. Ja, accepteer, rotatie accepteert. Dus waarschijnlijk is het niet eens zo heel hoog. Ik weet ook niet eens of die hoog kan worden. Ik heb geen idee wat deze speler is. Maar ik vertrouw op jullie kijkers, op de assisting coaches, hoe Channy Sports het zou zeggen. In ieder geval, ik vertrouw op jullie. Ik denk dat ik 5000 salaris geef en dan 30.000 tekenbonus. Ik weet niet of het te weinig is, ik weet niet of het te veel is, ik weet helemaal niks van deze gozer. Het is goed. Teunkens hebben binnen, ik ben benieuwd hoe hoog die is. We gaan hem vol in de training pompen, zodat hij zo snel mogelijk Berigiti kan vangen in goal. Hij is 3, oh, hij is 63, zo, 63. We gaan hem gewoon voor, ja, we laten hem hier gewoon. We gaan hem gewoon gaan trainen, we gaan hem gewoon flink trainen. En hopelijk kan ze snel ook Birigitti uit goal vervangen. Birigitti is niet slecht in deze career mode, maar het echt is niet mijn... ben ik niet de grootste fan van hem, om zo maar te zeggen. Oké, krijg je een aanbieding om bondscoach van Wils te worden? We hebben meerdere aanbiedingen. Ik ga ze allemaal afwijzen. Ik wil geen bondscoach worden. Tenzij Nederland misschien voorbij komt, dan kunnen we kijken. Maar dit is een NAC career mode en geen coach to glory, zoals Strippix doet. Dit is gewoon een NAC career mode, dus ja. Thuis tegen VVV Venlo. We gaan met het basisteam spelen, denk ik. En hopelijk kunnen we deze winnen. In het Radverlegstadion. Oké, dit is de opstelling voor de wedstrijd tegen VVV Venlo. Blondeau start in plaats van Korte op de rechtsmiddenpositie. Korte gaat zeker nog invallen, denk ik. Ik durf niks te beloven. En Meijers heeft officieel een basisplek weten te veroveren van Menno Koch. Dus waarschijnlijk is voor het seizoen Menno Koch en Meijers naast elkaar in de verdediging. Als Marie echt wordt verkocht, anders houden we hem gewoon. We gaan wereldklasse spelen, 4 minuten. Hopelijk kunnen we 3 punten pakken. Dat zou geweldig zijn. Oké, NAC Breda tegen VVV in het Radverlegstadion. Hopelijk kun je 3 punten pakken. Ik zie jullie zo weer bij de opstelling. En we gaan kijken of VVV nog verrassende aankoop heeft gedaan deze transferperiode. Oké, speler om te bekijken. Bob Straatman. Een tweede doelpunt in zijn vorige wedstrijd in zijn debuut. Het heeft dus een prima debuut gehad, deze jongen. Ja, jullie waren ook heel blij met deze aankoop. Jullie vonden het wel jammer dat ik Achipong weg had gedaan. Omdat Achipong best goed speelde in deze career mode. Maar toch, Bob Straatman, kan het een speler worden die voor altijd bij de club blijft? Of tenminste, lang bij de club blijft. Bijvoorbeeld een Leurling, Ten Rouwelaar, die gewoon lang bij de club zit. Amoa, we gaan het zien of hij het kan worden. Ik hoop het wel natuurlijk. We gaan gewoon alle spelers zo hoog mogelijk proberen te trainen. Nou, uiteindelijk de Champions League met NAC kunnen winnen, dat is het doel. Deze career mode gaat waarschijnlijk toch door tot het einde van FIFA 18. Dus het wordt een hele lange career mode. Het is ook de enige career mode die ik ga doen op YouTube. Van mij, ja, en Parida met Rowan. Maar die ik alleen doe. Waarschijnlijk, ik durf nog niks te beloven, maar we gaan het zien. Dit is onze opstelling, we kennen hem. Dus voor de rest geen verrassende namen meer. Ik heb niks meer aangepast of zo. El Alucci, een van de betere van het veld. De laatste keer, samen met Straatman natuurlijk. En hier, de opstelling van VVV. Hebben ze verrassende namen? Ik zie wel een naam die me wel opvalt. Dat is natuurlijk Vito van Krooi.
Waar wou je nog gaan halen? Ze hebben daar een te weinig spelers op die positie. Stel, ze kopen een nieuwe rechtsbuiten. Dan gaan we Vito van Krooi proberen te halen. Ik ben benieuwd hoe het gaat doen tegen ons. Voor de rest, Leemans. Ook een hele goede speler. Ze hebben een heel goed team. Tenminste, een stevig goed team. Dus wij gaan ons best doen. En hopelijk 3 puntjes pakken. Oké, VVV is hier gevaarlijk. Bob Straat moet de kop wel winnen. Doet hij ook. Kunnen wij nu misschien een counter uitzetten met Blondeau? Hier is Garcia. Oké, ik zie Straatman lopen. Geef maar diep. Goed zo. Rennen. We gaan hem denk ik afleggen. Ah, shit. Ah, dat is dom. Maar we hebben hem nog. Schiet maar. Nee. Ja, ik zag dat Cachera te ver door was gelopen. Want ik wou hem laag voorzetten. Maar dat had geen zin, want hij stond buiten spel. Maar we hebben hier nog de kans. Die moest eigenlijk helemaal niet daarheen. Oké, okay, Matteo Cachera hier. Hij gaat zelf af. Natuurlijk hebben we een Blondeau. Blondeau, schiet maar met links. Had ik beter niet kunnen doen. Dat was jammer. We hebben in ieder geval wel kleine kantjes. We zijn beter dan VV de eerste 20 minuten. Maar we zijn meestal beter dan de tegenstander in de eerste paar minuten. Oh shit, dat was dom van mij. Oppassen, Thij hier. Of Thij, weet ik hoe hij zijn naam uitspreekt. Die schuift hem naast. Daar komen we heel goed weg. Dat de 0-1 voor VV kunnen zijn. Is het gelukkig niet. En dan moet ik even geconcentreerd bij voetbal. Want dat was een grote verdedigingsfout van Angelino. Dus dat moeten we mag niet nog een keer gebeuren. VVV hier. Floraans wint dat duel. Gelukkig wint hij daar. Dat was heel gevaarlijk. Want Tissoudali heeft net al eigenlijk elke kopduel tegen Floraans gewonnen. Deze gelukkig niet. Kunnen we nu counteren? Als Blondeau meer diep gelopen is, heerlijk gedaan. Blondeau versnellen. Lage voorzet. Daar is Garcia. Die komt net niet aan. Dat is jammer. We voetballen normaal redelijk uit. Maar deze wedstrijd gaat toen heel lekker. Straatman, als je kan koppen. Oké, we hebben nog een corner. We gaan natuurlijk nog niet wisselen. Straatman is wel vermoeid. Angelino weer slingeren maar voor. Dat was prima, maar dat is een beetje een raar schot van Cachera. Maar we hebben de bal hier nog, als zijn naam heeft kwijt. Oké, okay, kunnen we blijven tikken tot we de ruimte vinden hier bij Cachera. Oh, we krijgen een goede kans. We weten het gewoon echt niet af te maken, dat is heel zonde. Angelino hier met de corner weer. Nu koppen we hem en in de handen van Rutten. Understal. Hoe kom je nou bij Rutten, dat is rechtsachter. In ieder geval, het is rust. Staan 0-0, wij zijn in principe wel de betere ploeg. Straatman is heel vermoeid, dat is echt. Zijn conditie is niet goed, dan moeten we dus gaan trainen. Waar we later nog zo staan. En wie weet komt Emro er straks nog in. En Korte. We gaan het allemaal zien. We hebben genoeg spelers op de bank, genoeg spelers erbij. Dus we moeten zien te scoren. Dat is het belangrijkste. Want als je niet scoort, kan je ook niet winnen. Oké, Straatman, heerlijke actie. Doet me een beetje denken aan Verbeek. Dat deed toen best vaak bij NAC. Maar hij weet hem niet te scoren. Ik denk dat we nu wel gaan wisselen. Straatman is vermoeid. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld. Maar hij gaat er nu toch echt uit voor Giovanni. Korte. Ambrose komt erin voor Cachera. Die we niet. Of nou trouwens. Metz eruit. We gaan meer aanvallend spelen. En Blondeau komt eruit voor Diaz. Of Korte. Korte heb ik niet eens bij. Dat is niet zo slim. Oh ja, Korte hebben we links gezet. Wat zeg ik nou allemaal? Diaz. Laat je zien. Oké, Garcia achter de corner. Hier is Cachera, laat je zien, jong. Cachera, oh, van de lijn gaat Cachera nog een keer. In de rebound, wie is dit? Nummer 15. Is dit Brahim Diaz? Volgens mij wel, Diaz met de 1-0. Het was een raar doelpunt. Ik schoot met Cachera. Ik kopte met Cachera. Die werd van de lijn gehaald door een verdediger. Toen schoot ik met Cachera. Maar dat was een heel verprut schot eigenlijk. Kijk hier, jullie zien het. Heel slecht schot. En het was meer een paasachtig iets. Of hij werd nog geraakt, ik heb geen idee. Maar invaller Brahim Diaz weet de 1-0 te scoren. Deze City huurling die voor het seizoen weg is. Laat ik nu dit. Is toch nog wel even belangrijk als wissel bij ons. In het NAC Breda team. Oké. Okay, VV komt uit het niets op 1-1 gelijkspel. Echt, what the fuck gebeurde? Was echt. Ik heb geen idee. Wie is dit? Is dit Van Krooi? Ja, Van Krooi die tegen ons scoort. Het is maar één iemand natuurlijk. Vito Van Krooi. Slecht gedaan van Garcia. Ik wou nog net een actie doen. Lukte niet meer. En hier een heel mooi doel van Van Krooi. Ik weet niet hoe het kan. We zijn een betere ploeg. Maar we weten gewoon telkens niet echt het vasthouden voorsprong. Zonde. Maar nu moeten we nog proberen te scoren. In de laatste 10 minuten. Oké, okay, Cachera versneld. Cachera is er langs. Cachera, dit is jouw momentje. Cachera. Oké. Dus we komen heel snel op 2-1. Matteo Cachera loopt er langs. Moest kijken wat ik deed. Die verdediger kwam aanlopen. Die is niet snel. En ik meteen een tikkie naar buiten. Heerlijk gedaan. Ook prima. Rustig gehouden en afgemaakt. 2-1. Matteo Cachera heeft toch nog gescoord.
Hij moet Younes van die topscorerlijst afkicken. Want Younes hoort natuurlijk geen topscorer te zijn van de Eredivisie. Ja, prima doelpunt. Zo staan we weer op voorsprong. Zo kan de wedstrijd snel weer gaan veranderen. Echt, wat een geweldig team is dit. En wat een fucking vette carrière mode vind ik dit, jongens. Oké, we hebben 2-1 gewonnen van VVV. Wat een leuke wedstrijd was om te zien. Leuke wedstrijd om te spelen, vind ik zelf. Ja, 2-1 gewonnen. Cachera 9 gehad. We hebben heel veel misschoten. Balbezit was minder, maar dat is altijd. Ik vond dat wij niet heel slecht speelden. We speelden eigenlijk best goed. 3 punten in Breda gehouden. Helemaal prima. PSV heeft gewonnen van Twente en Vitesse heeft gelijk gespeeld. Vitesse staat dus derde volgens mij. Dus dat is ook nog wel leuk om dat nu bij te houden. Want misschien horen wij nu wel gewoon bij de top 5 als PSV en Feyenoord zoveel punten verspillen. Oké, jongens, dit zijn de trainingen. Alleen ik zit nu te denken van we hebben een keeper gehaald, we moeten hem trainen. Wie gaan we eruit halen? Meijers wil ik er niet uithalen. Straatman wil ik niet uithalen. Blondo wil ik niet uithalen. Snapvangst wil ik eigenlijk ook niet uithalen. En Lelucci, die helemaal niet, want dan moet hij heel de carrière moet lang, moet hij in ons team blijven en aanvoeden. Daar wil ik een team omheen bouwen. Ik ben bang dat Snapvangers eruit moet. De keeper, of zolang iemand gewoon goed genoeg is te trainen, kunnen we Snapvangers terugbrengen. Want ik wil hem uiteindelijk wel een basiskandidaat proberen te maken. Als Meijers 70 is of Straatman 70, dan gaan we. Ik heb net zijn naam nog gezegd. Nou, in ieder geval dat. In ieder geval, dan gaan we hem terug in de training zetten. Oké, jongens, ik zat net dus te kijken. We hebben natuurlijk heel weinig geld. We hebben de contracten, als het goed is, al van heel veel spelers verlengd. De spelers waarvan ik ze wou verlengen. We gaan nog even extra nakijken, want ik weet niet meer of dat echt helemaal alles goed was. Dit wordt nog lastig. Ik had contracten moeten verlengen. Dat heb ik niet gedaan. Dat gaan we nu even snel doen. We gaan contracten verlengen, ook van de City-spelers, want we willen ze gewoon verkopen voor een mooi bedrag. Daar had ik in gedacht dat het echt een leidende rol zou kunnen hebben. Het is niet uitgekomen hoe ik het wou eigenlijk. En daarom heb ik misschien nu iemand anders die de leidende rol over kan nemen in het jonge Nord-Breda-team. Oké, wat ik dus van plan ben met alle huurlingen voor het seizoen. Ik heb het contract verlengd. Ik ga ze allemaal te koop zetten. Ik ga ze gewoon zo snel mogelijk proberen te verkopen. Lukt het aan het eind van de transferperiode niet? Als het dan te veel City-spelers... Als er dan te veel City-spelers zijn, dan moet ik de helft ontslaan. Maar als er bijvoorbeeld 1 of 2 nog zijn, dan zeg ik gewoon... is het zeg maar in de storyline wat we niet hebben, maar echt een beetje zeg maar om het leuk te maken. Dat ze gewoon voor nog een jaar verhuurd zijn aan NAC Breda. Dat zou natuurlijk wel kunnen, ook als we helemaal af zijn van City. Dan hebben we nog 1 seizoenetje. Ja, het zit niks anders op. Spijt me, jammer. Maar ik heb dus een nieuwe leidende rol. Want Firmin heeft niet gebracht wat ik had gehoopt. Hun dan niet aan. Is het onlangs aangetrokken, dat weet ik. Ze kunnen die ook niet kopen. Dat wist ik al, want hij was van Newcastle naar Leeds. Maar volgend seizoen hebben we dus een leidende rol nodig. En dan wil ik dus aan Vernon Anita geven. Ik weet niet hoe hoog die is. Stel hij is als wissel, dat kan natuurlijk ook in plaats van Furman. We moeten even kijken of het een goede speler wordt. In de tweede transperiode, in volgend seizoen bedoel ik, moeten we even kijken hoe het gaan doen. Misschien is er een andere leidende rol. Een ex-NAC speler of zo. Een Jozef zo misschien wel. Die gewoon terugkomt naar NAC. Het is een beker. Een wisselteam. Jullie beurt, ik zie dat Wisseltien niet helemaal goed staat. Dat gaan we meteen aanpassen. Brigitte gaat eruit voor Teunkens. Mulder komt erin voor Mets. Meijers moet eruit dan voor. Waar is hij? Waar is hij? Hier, Koch. Meijers heeft natuurlijk baasplaats. Spoorksleden Vliet, Verschuren, Diaz, Snapvangers, Fernandez, Enevolsen, Garcia hoort hij ook niet. Er hoort Blondau, maar die is toch wel wat vermoeid. Ambrose, ja... Die laten we gewoon hier. Furman nemen mee. Furman voor Fred Grim. Furman even Diaz en Diaz een huurling. Ik wil geen huurling in het wisselteam. Dus we gaan even kijken wie we hier kunnen doen in plaats van Fernandez. Oké, dit is het wisselteam. Vloed rechts voor. Je denkt was wat de fuck, wisselkant hij niet. Nou, in het echt stond hij ook links voor. Tenminste, volgens mij, ik weet het niet meer. In ieder geval, we gaan het goed proberen. Hij moet toch iets. Of ruilen met snapvangers. Ik denk dat we dat gaan doen. Ruilen met snapvangers. Dan is dit de opstelling. Blondoogsprangers, snapvangers. De basiswisselteam is dit. Dus het officiële wisselteam. Enevoldsen naar de bank, dat is zonde. Hoogspiel komt er wel in. Ja, voor Vliet, want in het echt is het natuurlijk gekocht. Van City. Dus het is nu geen City jullie meer. Dus we houden hem ook lekker in het team. James Horsfield in het wisselteam in plaats van Vliet. En ik ben benieuwd of we door kunnen bekeren tegen FC Grun. Uit. Oké. FC Groningen tegen NAC Breda. Voor de Oranje Beker. Dit is de kwartfinale al. Stel we winnen deze. Dan hebben we Europa League gehaald. Dan is de competitie. Kunnen we ook zo hoog mogelijk proberen te eindigen. Maar dan is die stress al weg. Dan Europa League hebben gehaald. Feyenoord PSV. Dat is een hele lekkere wedstrijd. Ajax Heerenveen ook wel. Maar wij moeten eerst niet winnen van Groningen. Ja, daarna kijken wie de volgende tegenstanders zijn. Maar dit gaat een lastige wedstrijd worden. Misschien gaan we niet eens door. Dus we gaan niet verder kijken. Op deze wedstrijd concentreren. We kennen ons team. Ik zie Doan daar staan. Ja, laat nou gewoon meteen gaan beginnen. Doan. Of zo weet ik.
Oh shit, een penalty weggegeven door nummer 4. Ik weet niet wie het is. Is het de jeugdspeler? Het zou zomaar kunnen. Ik zie het gewoon niet goed. In ieder geval, een penalty weggegeven. Dat is zeer zonde. Wie is het? Even kijken. We gaan het direct zien. Nou, ik heb geen idee wie het is. Teunkens in zijn debuut. Bij NAC kan je een penalty stoppen. Gaan linkerhoek duiken. En hij heeft hem. Teunkens. Oké, is Birgitti niet die de penalty houdt? Is het Teunkens als nieuwe aankoop? Heerlijke penalty gehouden. We zijn nog... We blijven in de wedstrijd. Heerlijk gedaan hoor. Ik ben er trots op. Oké, Diaz. Heerlijke actie. Laat zien waarom je volgend seizoen bij City gewoon moet spelen. Ik ga ook kijken hoe de City-huurlingen het doen. Volgend seizoen. We gaan het goed... Een hele slechte kopbal van Horsfield trouwens. Maar we gaan ook kijken hoe de City-huurlingen het volgend seizoen als ze weg zijn. Dan ben ik heel erg benieuwd. Nou, ik kan het ook niet echt helemaal zien. We gaan kijken hoeveel ze groeien. We gaan ook kijken... Ja, van alles gaan we een beetje bijhouden. Stel, speel Europa League of Champions League. Gaan we ook kijken of we in de wedstrijden spelen of ze doelpunten scoren. Jullie weten wat ik bedoel. In deze twee wedstrijden is het een hele lange video. Dus ik denk dat dit de laatste wedstrijd is. En dat ik hierna meteen nog een NAC-aflevering ga opnemen. Zodat ik gewoon twee keer achter elkaar gewoon flink kan editen. Leuk kan editen, goed kan editen. Want de afgelopen aflevering was een beetje afgeraffeld geëdit. Omdat ik gewoon een video online moest hebben. Maar ik niet zoveel tijd had. En nu moeten we oppassen dat ze geen avond kunnen uitzetten. Met Doan, weet ik voor die gast uitspreekt. Weet onderscheppen, kunnen we nu counteren? Het moet niet allemaal zo slapjes gaan. Moeten we vol op de aanval nu. Diaz, weer heerlijk gedaan. Ene voltse, combinatie met Diaz. Diaz, oké, Diaz is weg. Diaz, laat het zien, jongen. Diaz. Oké, Brahim Diaz in de 70ste minuut scoort een 0-1. Heerlijk doelpunt van de City-huurling. Hij laat zich toch wel zien. Hij valt in voor Blondeau en meteen is hij belangrijk. Je ziet toch wel dat hij eigenlijk wel te goed is voor het wisselteam. Maar ja, een huurling is een huurling. En baas en officiële NAC-spelers gaan voor. In ieder geval prima doelpunt, 0-1. En hopelijk gaan we door in de beker. Oké, Diaz weer helemaal vrij. Goed aangenomen. Diaz moet het 0-2 maken. Dikke doet hij het weer niet. Ene Voltse. Ja, oké, 0-2. Diaz met een soort van assist. Ene Voltse kopt hem erin. En de wedstrijd is binnen. Diaz officieel man of the match geworden van deze wedstrijd. En ja, ze zijn blij. Door in de beker naar de halve finale. Hoe geweldig is het als NAC de beker kan winnen. Ongelooflijk. We zijn echt heel goed bezig. Ik heb er niks op te zeggen. Ik ben gewoon tevreden met het team hoe het nu staat. De wedstrijd tegen VV was met de basisteams moeizamer dan deze wedstrijd. Al was Groningen ook niet heel slecht. Eigenlijk waren wij veel slechter dan Groningen deze wedstrijd. Maar ja, de wedstrijd is gewonnen. Dus ja, misschien... Ik zie jullie nog als er nog een highlight komt en anders na de wedstrijd. Oké, we hebben gewonnen. Drie punten. We zijn door naar de halve finale van de beker. Teunkens heeft echt een prima debuut gehad. Ja, als je ziet, statistieken waren beter. Maar ik vond Groningen veel beter spelen. Kwamen er gewoon niet uit. Toch 5 schoten op goal. Is allemaal sinds Diaz erin is gekomen. En Diaz man of the match. Staat hier ene volgens, maar ik vind Diaz. En dit was de aflevering weer. Jullie gaan zo nog iets zien wat ik nu eventjes ga zeggen. Oké, zoals jullie zien, de transfer deadline day is nog open. Misschien kunnen we nog een groot talent binnenhalen. Of een ervaren speler. Ruilen met een andere speler. Jullie kunt achterlaten. Dus laat ook zeker achter. We gaan zitten jullie proberen te ruilen. Met een talent of een basisspeler die basisspeler kan worden. Laat lekker weten jongens. Ik ben heel erg benieuwd of jullie een leuke suggestie kunnen achterlaten. Niet die standaard suggesties zoals... ik kan nu even niks bedenken. Maar niet die standaard suggesties. Gewoon leuke suggesties. En groot interesse voor topscorer Younes. Van wie dan? Ik wil het wel eens zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Kunnen we de 105 likes als ze super tof zijn. Abonneer als je nieuw bent. Laat ook commentaar. Spam me onder de comments voor mijn transfers. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Later mensen.